Hallo allemaal. Het ene laatste stuk van het eindexamen van 2021-2022. Ilias, boek 24, regel 746 tot 760. De klacht van Hekabee. Ifat is een PV, Klajus is een PPP, een PPA, participium, en epi de bij de is weer een voegwoordje, dan begint een nieuwe zin. En stenagonto is een PV, Glynaikes is een nominativus. Nou, dat betekent dan, Klajus is huilend, Evato, zij sprak, en Hoos is zo. Dus dit slaat terug op Andromache, dit is het vervolg van Andromache. Andromache heeft dus gesproken, zo sprak zij huilend. Dus dit is Andromache waar het op slaat. Gynaikes, de vrouwen. Stenagontel, zij zuchten. En Epi is en daarop. En daarop zuchten de vrouwen. En dan neemt iemand anders weer het woord. Dit is dus echt zo'n bijeenkomst waarbij iedereen spreekt wat hij vindt, welke emoties hij heeft. Dus om de beurt spreekt iemand. Hekabee is de moeder, die spreekt nu. Adinu is een genitivus. Go'oyo is zo'n numerische genitivus. En Exesche is de PV. Hekabee. Exerge is zij begon met. En waar je mee begint, staat altijd in de genitivus. En het is hier dus een luide klacht. De hyperbaton adinu go'oyo staat uit elkaar. En dan Thijsi op haar beurt. En dan die dativus, iets met hen. Dat wordt dan samen onder hen, te midden van hen. Bij hen, zou je ook kunnen zeggen, bij hen, te midden van hen, begon Hekabee op haar beurt met een luide klacht. Denk eraan, dat is de moeder van Hector. Hector, ze spreekt hem natuurlijk weer aan, vocativus. Emoi, tu moi is een dativus. Pant is een genitivus. Poly bijwoord, viel dat de vocativus, denk eraan, dus dit is, dit hele stuk tussen komma's is eigenlijk een, wacht even, veel vocativus, is een bijstelling bij Hector. Dus dan geeft hij nog een nadere omschrijving van Hector. En dat zie ik omdat daar die filter erbij staat. Het is een vocativus, net zoals Hector. Dus dan zo'n stukje tussen komma's, zonder werkwoord, zonder relativum, wat dan ook, is dus een bijstelling en is dus een gewoon nadere uitwerking van die Hector. Dus dat is geen zin. Hier begint pas de nieuwe zin en hier heb ik de PV. Dus dit is één lange zin. Mooi is een dativus, zoals nominativus, eon nominativus, philos nominativus en theoisi is een dativus. Nou, dus Hector is een vocativus. Filtate is, polyfiltate is zeer geliefde. Panton, paidon, weer een hyperbaton van alle kinderen. Emoi, tumoi is een dativus, mijn hart. Moi is ook een dativus, dat is iets met mij. En theoisi is ook een dativus en dat is iets met de goden. Hector, emoi, pantu, die heb ik allemaal gehad. En men betekent inderdaad, werkelijk. En even kijken, waar ben ik? Esta is jij was. En we hebben nog een eon, zoals eon, levend zijnde. En we hebben nog Philos, geliefd. Beetje dubbelop eigenlijk, hè?
Maar ja, de ene keer is het een aanspreking, is het een bijstelling bij Hector, daarna een gewone. Een gewone zin. Die per moet je hier vertalen, zeggen ze in de aantekening, met niet alleen. Dat wordt dan alles tezamen. Hector is die hele vocatiefs afmaken. Hè? Oh, daar niet, maar hier. Hector. In mijn hart. Hart. De meest geliefde. Want er staat geen natiefs bij, dus ik denk dat meest geliefde hier mooier is dan zeer geliefde. De meest geliefde van alle kinderen. Van al mijn kinderen kun je ook zeggen, van al mijn kinderen. Jij was werkelijk, toen je leefde. Jij was werkelijk, toen je leefde, geliefd aan de goden. En dan nog die mooi. Die mooi is vaak is soms bij het Grieks een soort dativus ethicus van degene die er baat bij heeft, degene die er belang bij heeft. Dus wij zeggen soms ook wel eens, jij was me toch een mooie jongen, dus die me moet je hier gebruiken. Dus jij was me werkelijk. Het is dus eigenlijk een soort dativus die aangeeft de betrokken persoon. En dat doen wij soms, ook zeker met dit soort uitdrukkingen. Je was me toch boos, enzovoort. Dus dat mutje, dat moet je hier hebben. Dat is die mooie. Ik zou daar niet veel zwaarder iets van maken, van voor mij of zo. Maar je was me werkelijk, toen je leefde, geliefd aan de goden. Logisch, dat snapt iedereen. Die goden, die waren dol op Hector, zegt zij. Want ze hielpen hem ook constant. Dat legt ze uit in de volgende zin. Hoi is een nominativus, zij is een genitivus, kedonto is een pv en tanatoio en heeft altijd een dativus bij zich. Dus pas op dat je niet en tanatoia bij elkaar doet, maar en aisei. Dat is de dativus plus de tanatoio in de genitivus, de Homerische genitivus. Hoi is dus zij, met nadruk, autoi, zij. Kedonto, zij bekommerden zich om. En waar je om bekommert, staat altijd in de genitivus, dus dat is in dit geval om jou. En Tanatoyo, aisei is in het lot van de dood. En dan de is hier maar. Als je tenminste weet wat de rest van de zin is, dan merk je dat je hier maar moet doen. Ara is kennelijk en per is hier zelfs. Kai per is hier zelfs. Dus dat wordt dan maar zij bekommerden zich kennelijk zelfs in het lot van de dood. Dood om jou. Dan denk je, hè, waarom zegt ze dat nou? Hoezo? Kijk, ze weten natuurlijk logisch dat de goden hem geliefd zijn aan de goden in zijn leven, want ze hebben hem veel overwinningen bezorgd. Maar hoe weet zij dat de goden zich bekommerden om hem terwijl hij dood was? Nou, dat gaat ze nu vertellen. Nou, Alus is een activus. Dan hoezo hebben de goden zich om zijn dood, in de dood, om Hector bekommerd? Emus is een activus. Podas, weet je, dat is die activus die altijd bij die Ocus Achilleus hoort, wat betreft zijn voeten. Achilleus is een nominativus. Er staat geen komma, dus de zin loopt door. En dan hebben we Pernasch. En Pernasch is de PV. Hon is een relatieve. Activus. Dus Hon, Tina hoort bij elkaar. Is een activus. Heleske is een PV. Weer met die SK van de iteratives, waar ik het al een keer eerder over had. Er staat een komma en per en is de volgende zin
Per en is hier niet in de volgende zin, sorry, er staat geen voegwoord. Ik dacht even aan per. Maar peren is een ak, peren halos atrugetoyo is een genitivus. Peren is een voorzettertje met de genitivus, beter gezegd. En hij loopt nog steeds door, want hier in deze zin staat verder helemaal geen werkwoord, alleen maar een axtivus. Dus dit is een opsomming s en dan heb je hier een te met een s en dan heb je hier nog een axtivus. Dus dit is allemaal een axtivus. Oh nee, jij stond op. Ik kon niet zien dat het blauw. Het moet axtivus zijn. Zo, s met axtivus. Twee zinnen dus alleen. Ook een Achilles is het dus samen met die poddas. Ik ga hem nou niet apart doen, hè. Dus wat betreft zijn voeten, de snelle Achilles wordt dus de snelvoetige Achilles. Letterlijk dus wat betreft zijn voeten is hij snel, de rest is niet zo snel. Pernasche betekent hij verkocht. Kocht. Allus paidas emmus, dus al mijn kinderen. Want als je mensen niet meteen doodt, ja, dan kun je ze ook als slaaf verkopen, hè? Dat is altijd handig. Dus de snelvoetige Achilles. Want, we moeten ook de want hebben, hè? Want de snelvoetige Achilles, snel met zijn voeten, verkocht al mijn kinderen. Hontin Hileske. Hon is een relativum en Tina is dan een onbepaald voornaamwoord. Dus dan wordt dat wie ook maar. Wie is dan het relativum? Samen met die Tina wordt dat wie ook maar. Dan zeg je niet in het relativum die ook maar. Wie ook maar zeggen wij dan. Hileske is dus hij greep en dan weer dat iteratief suffix sk. Dus die kun je vertalen met telkens. Hij greep telkens. Wie greep hij dan overal? Nou, waar greep hij die? Peren halos atrugetoyo. Aan de overkant van de grote of luidbruisende zee. Grote zee. En hij verkocht ze, S met de axtivus, naar Samos. Naar Imbros. En naar het nevelige Lemnos. Dus dan krijg je, want de snelvoetige Achilles verkocht al mijn kinderen, wie hij ook maar te pakken kreeg, wie hij ook maar te pakken kreeg. Hij verkocht ze aan de overkant, de kant van de luide zee, van de grote zee. Grote zee, luide zee. Van de grote zee. Naar Samos. Naar Imbros. En naar het nevelige Lemnos. De slavenmarkten. Daar konden ze wel wat mee met al die krijgsgevangenen doen. Oké, maar nou, hoezo, het gaat nog steeds om hoezo weet zij dat de goden hem, Hector, ook in de dood voor hem gezorgd hebben. Nou, dat komt nu. Zij is een genitivus. En epe is een voegwoordje, dus hier begint een bijzin. Ex heleto is een PV. Psychen is een axtivus. Tanaekai galkoi is een dativus. Dan komt de hoofdzin, want kijk, deze zin is af. Ik heb een PV. Hier staat geen voegwoord en geen relativum, maar er staat wel weer een nieuwe PV. Dus hier is dan de hoofdzin. Polla is hier een bijwoord. Het is soms lastig te zien. Heiu is een genitivus. Pelisem is pelisema en dat is een axtivus. En heta rojo is een genitivus. De zin loopt door, want die genitivus komt daarna ook weer tussen haakje, tussen komma's een genitivus. Dus dat is dan uitgelegd wie dat is, de bijstelling. En ton is hier het relativum. Met een ton, gek genoeg, maar ja, het is Grieks. Homerisch Grieks. Ton is een relativum axtivus. En epefnes is een PV.
dat wordt dan samen epi nadat. Ex hele to betekent hij had weggenomen. De psychen su, de ziel van jou. Dana ekei galkoi, dativus, het brons. Oh, nee, niet daar. Maar daar. Het brons met de lange punt. Nou, dat wordt dus nadat hij de ziel van jou had weggenomen. Wat doe ik nou met die brons met de lange punt? Dat is die speer. Nou, het zal dus zijn met of door het brons met de lange punt. Een metonymie, de stof, het materiaal in plaats van het ding zelf. En je ziet dat we dus in het bronzen tijdperk zijn. Dan Pola Rustazesken, alweer die SKH, alweer dat iteratief suffix. Rustazo betekent hij sleepte. En dan dat iteratieve gedeelte erin, die SK, dus hij sleepte telkens. En hij sleepte telkens Perisema rond het gat, het graf. Van welke, van wie? Heyu is het bezittelijk voornaamwoord derde persoon. Van zijn vriend Patroclus. En we hebben ook nog polla en dat betekent vaak. Even over pleonasme gesproken. Er staat het woordje vaak en er staat een iteratief. Dus nadat hij de ziel van jou had weggenomen, sleepte hij jou. Eigenlijk moet je er dan bij zeggen. Sleepte hij jouw ziel? Ben ik die even kwijtgegaan? Nee, staat er niet bij. Sleepte hij jou? Moet je erbij even bijdenken. Vaak, telkens, rond het graf van zijn vriend Patroclus. En van die Patroclus kun je zeggen, ton, die, en dat is het relatieve, en slaat terug op Patroclus. Relativum, slaat terug op Patroclus, Epaphnes, jij hebt gedood. Of jij doodde. Dus Patroclus, die jij hebt gedood. Nou, dat is geen goede behandeling van het lijk. Dat had hij ook niet mogen doen, maar hij is boos, maar oké. Okay. Hij had het echt niet mogen doen. En dit is dus geen goede behandeling. Denk eraan. Hij sleept constant dat lijk in de hitte rond het graf van Patroclus. Anesthesen is een PV. Min is weer zo'n activus. En dat is het. Anesthesen is hij deed hem opstaan. Hij deed opstaan. Min is hem. Hetzelfde als auton. En oedhoos betekent maar ook zo. Ook zo. Maar. Maar dus de oede is ook niet zo. Dat wordt dan maar ook niet zo. Deed hij hem opstaan? Je kunt eigenlijk zeggen liet hij hem verrijzen uit de dood. Liet hij hem verrijzen uit de dood bedoelt hij mee. De Patroclus werd er niet levend mee. Dat is haar commentaar. Je mishandelt wel mijn zoon, maar het heeft geen zin, want Patroclus staat er niet van op. Nog steeds wordt er niet duidelijk hoezo de goden, hoezo zij kan zien dat de goden Hector beschermd hebben. Maar nu komt het. Nun. Nu. Dat staat ook expres vooraan. Mooi is een dativus. Erces is een PV. Sorry, is een nominativus. Prosfatos is een nominativus. En megaroisi is een dativus. Er staat geen komma, dus de zin loopt door. Keisai is een PV. Toi is een. Gewoon hier autoi. Geen relativum. Soms denk je dat, soms lijkt het dat, maar het is geen relativum. Het is een dativus autoi. Hikulos is een nominativus.
En dan komt wel een relativum hon. Hon is een axtibus. Argurotoxos Apollon is een nominativus. Hois is het bezittelijk voor een woordje derde persoon die we daarnet hadden, maar toen was hij uitgebreider. Heois, maar dat was de metri causa. Hois is dus bezittelijk voor een woordje derde persoon. Aganoisi belesi is allemaal een dativus. Epoigomenos is een. Oeps. Epoigomenos is een nominativus. En katipefnen is de PV. Twee zinnen dus. Nou, wat is dat dan? Nun is nu. Je zou die de hier mooi met maar kunnen vertalen. Mooi is mij. Daar moet ik nog iets mee. Die en me, de toy is hem. Daar moet ik iets mee. Er zij ijs betekent fris. En prosvatos is zo even gedood. Zo even gedood. En hikelos betekent gelijkend op. En daar hoort een dativus bij. Keisai, jij ligt. En megaroisi, in het paleis. In de zalen. Dus dan krijg je, maar nu, na die mishandeling, dat duurde dagenlang... Lig jij voor mij fris en zo even gedood in mijn huis, in mijn paleis, lijkend op hem? En dan gaat de zin door. Dus ondanks die mishandeling lijkt het alsof hij pas een uurtje dood is. Nou, en dan moeten de goden iets aan gedaan hebben. Ik bedoel, dat kan ook niet. Klopt ook. Ze druppelde ambrosijn op hem om te zorgen dat het lijk niet in stukken uiteen viel door de mishandeling van Achilles. Want zij vonden dat ook te erg wat hij deed. Het was een goed gevecht, het was normaal gevochten, vol eer. Dus dan moet je niet het lijk gaan behandelen, mishandelen. Hon is dan die, een relativum. Argurotoxos Apollon is Apollo met zijn zilveren boog. Epoigomenos, aanvallend. Katipefnen, hij doden. En dan de hois aganoisi beliesin. Dus snap ik echt niet waarom dat zo genoemd wordt. Zijn zachte pijlen. Hoezo zijn die pijlen zacht? Maar oké. Dus dan wordt dat, maar nu lig jij voor mij fris en zo even gedood in mijn paleis, lijkend op hem die Apollo met zijn zilveren boog aanvallend heeft gedood met, denk ik, zijn zachte pijlen. Dus hij is net gedood, zo lijkt het, terwijl hij daar al een week ligt. Ongeveer. Dus daarom weet ze dat de goden er een handje mee geholpen hebben om te zorgen dat het lijk niet bederft. Volgende zintje. Hos efato is een PV. Klajusi is een participium nominativus. Go on de. Daar begint dus weer een nieuwe zin. Go on, want de is een voegwoordje. Go on, activus. Aliaston, activus. En urine PV. Efato, zij sprak. Denk eraan dat het dus zij is. Het is de moeder die hier spreekt. Zij sprak. Klajusa is huilend. En hoos is zo. Dat wordt dus dan. Zo sprak zij huilend. En de deur is en. De urine is, zij wekte op. Het wekte zij op, een go-on aliaston. Een aanhoudende aan. Even terug, ja. Aanhoudende weeklacht.
Dat wordt dus. En zij wekte een aanhoudende weeklacht op. Nou, dat was het. Ik hoop dat het duidelijk geworden is zo. En zielig verhaal. De volgende klacht is ook zielig. Een zielig einde van Homerus. Dat was het. Ik zie jullie graag voor het laatste stuk de volgende keer.